Bienvenue à la conférence de presse après envelope de KV Kortrijk Challenger. On commence avec Monsieur Mazou. Une victoire méritée de Courtrai. Quelle est votre conclusion de ce match Alors euh, oui, bah, oui qu'elle est méritée. À partir du moment où au Courtrai marque, marque deux buts qui, qui ont été dessinés, euh, deux buts avec. Euh, je veux dire le deuxième, qui était un but plutôt de contre-attaque, euh, mais qui, qui bon, on a bien, ils ont bien joué le coup. Le premier, euh, premier ben, euh, c'était certainement une volonté euh, de, de, de marquer de cette manière-là. Quand on voit la composition de l'équipe aujourd'hui euh, avec Papa Soglo, je pense que voilà, c'était une arme pour eux euh, euh, très importante, le jeu, le jeu aérien. Euh, voilà, donc euh, même si de part et d'autre, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Euh, Peut-être qu'il y en a trois du côté de Courtrai, il y en a une et voire deux du côté de Charleroi. Euh, on aurait pu malgré tout faire un 1 avec la grosse occasion d'Amara de, euh, en deuxième mi-temps. La demi-occasion, la demi c'est celle de Paulet euh, euh, en première mi-temps euh, où il frappe euh, dans la profondeur. Peut-être qu'il peut utiliser ce ballon autrement. Maintenant, euh, voilà, on a subi un impact aujourd'hui, un impact physique. Euh, pour la simple et bonne raison qu'on est, on est rentré dans, dans, dans le jeu de court-trait, euh, à savoir un jeu avec, euh, avec des longs ballons où effectivement la défense est régalée dans le jeu aérien avec Poulain euh, et Poulain et Chano. On a manqué de, de mouvements euh, dans des fractions de match. On a eu des fractions de match où on a eu quelques mouvements intéressants dans les intervalles avec des appels en profondeur à certains moments de, de David. Pas assez d'appels sur les côtés malheureusement. Mais euh, on a à certains moments abusé de, de, de longs ballons et je pense que par rapport à la force athlétique de Courtrai aujourd'hui, euh, on n'aurait pas su rivaliser dans, dans, dans ce domaine-là. Donc euh, Courtrai nous a amené oui, il voulait nous amener. Euh, voilà, Même si euh, sur l'ensemble du match, au nombre d'occasions, on, on aurait pu faire mieux, je pense que la, di la différence s'est faite dans, dans l'impact physique aujourd'hui. And... verdiende overwinning eh, kort samengevat, waarin eh, vooral de sterke fysieke kracht van Kortrijk de doorslag heeft gegeven. Een mooi doelpunt van Papazoglou en dan eentje eh, eigenlijk op de counter, zoals dat heet, mooi uitgespeeld. lovende de woorden eigenlijk? Ja, Johan, eh, we spelen beter en beter. De twee spitsen scoren en we houden alweer nou weer de nul. Dus dat zit goed. Ja, dat was zeer belangrijk vandaag, want uh, uh de sterke van Charleroi is ook de Pollet, Perbet, Mongala en, en, en Babi. En ik vind dat uh, we hebben dat uh, redelijk goed hebben gedaan. We hebben twee, twee grote kansen tegengekregen. En daar hadden we een beetje geluk, denk ik. Want in de tweede helft, als Babi scoort, dan uh, ja, de is de wedstrijd opnieuw uh, geopend voor Charleroi. Maar uh, ik vind dat wel zeer interessant dat Papazougou heeft gescoord en Kish heeft gescoord. En ik moet uh, zeggen dat ze zijn goed bezig zijn. Soms is het iets moeilijker met kiezen, want hij begrijpt nog niet alles. Maar bon, dat was uh, een belangrijke wedstrijd voor ons en, uh, tegen een sterke ploeg. Charleroi is een sterke ploeg volgens mij. En uh, dan krijg je altijd problemen met zo'n ploeg. Ze, ze laten nu niet, niet goed spelen. En uh, je moet altijd oppassen, en dat hebben wij gedaan vandaag. En uh, ja, het is zeer belangrijk voor ons die, die, die drie punten hier. En qua. Verdediging in de verdedigende denk ik dat uh, ja, met Chano, Poulain, Poulin, uh, dan heb je twee sterke mannen en uh, ja, dat is één van onze sterke punten, juist. Een sterke verdediging en, en eigenlijk een, een aanvallend ingestelde ploeg vandaag, oké? Okay. Ja, en ook de, de feit, ik zou dat zeggen ook, de tweede doelpunt, ik vind de inkomsten van Maruzic zeer belangrijk, want hij doet twee acties in uh, twee of drie minuten en hij, hij brengt de tweede doelpunt voor kies. Dus uh, iedereen is, uh, is nu goed bezig, ook met de ploeg. Iedereen is klaar en uh, dat vind ik zeer belangrijk voor ons. Volgende week zonder Pavlovic en zonder Roland. Je hebt al een plannetje in je hoofd? Andersom. Je hebt ook uh, vele spelers ter beschikking, dus uh, je hebt mogelijkheden. Sommige spelers zullen hun kans krijgen en uh, dan moeten ze nemen. Uh, je hebt voor de eerste keer vandaag Saar gezien en uh, dan hebben we nog andere die zijn klaar. Maar hierbij het officiële gedeelte afronden. Het is aan de heren van de pers nog vragen te stellen. Encore des questions, s'il vous plaît.